Welkom vanuit het Allard Pierson bij deze lunchlezing. Ik ben Charlotte Klein, conservator van de collectie Geschiedenis van de Voeding. En vandaag ga ik jullie meenemen naar de geschiedenis van iets heel vanzelfsprekend voor ons en onmisbaars. Ga maar eens na, hoe vaak heb je deze maand geen koffie of thee gedronken op een dag? Of misschien warme chocolademelk? Zeker van koffie kunnen Nederlanders geen genoeg krijgen. We staan altijd in de top 5 en soms in de top 3 van grootste consumenten van koffie ter wereld. Alleen de Scandinavische landen drinken nog meer. Maar eeuwenlang deden we hier in het noorden zonder die warme dranken. Wat dronk men wel? Alcohol. Hier vooral bier en wie het kon betalen ook wijn. En er wordt vaak gezegd dat was omdat het water zo vervuild was in de middeleeuwen. Dat is niet helemaal zo. Dat is een verhaal dat een beetje is aangezet in de 19e eeuw. Toen de steden steeds groter werden en het water inderdaad heel erg vervuild was. En ook tot cholera leidde. Maar in de middeleeuwen wisten ze heus wel welk water ze wel en niet konden drinken. Water had alleen geen status. Alleen de allerarmsten die dronken water en de rest dronk laag alcoholisch bier of zwaarder bier of wijn. En dan komen rond dezelfde periode in de vroegmoderne tijd 3 verschillende dranken vanuit 3 verschillende werelddelen naar West-Europa. Die dranken drink je warm. Er zit geen alcohol in. In plaats van dat je er steeds waziger van werd, werd je er steeds alerter van door, weten we nu, cafeïne. En er was ontzettend veel belangstelling voor die nieuwe dranken. Men wist ook niet goed waar ze vandaan kwamen, hoe het in het land van oorsprong werd gedronken. Dus er hingen ontzettend veel exotisme omheen en er gingen allerlei mythes over de ronde. Ik kan echt een hele college reeks vullen met de geschiedenis van koffie, thee en chocola. Chocola was in die tijd een drank trouwens, niet eetbaar, daarom hoort hij erbij. Want ze hebben ook heel veel met elkaar gemeen. Niet alleen dat exotisme en dat ze van ver kwamen, maar ook kolonialisme, verschuivingen in de wereld. Want in tegenstelling tot bier kwamen de ingrediënten van ver. Dus de handel hoort erbij, maar ook veranderende modes, diefstal, oude technieken, nieuwe technologische innovaties. Nou, daar hebben we vandaag geen tijd voor. Maar wat ik wel ga doen, is een aantal boeken uit onze collectie laten zien. Die vertellen over die eerste 2 eeuwen dat die warme dranken hier in Europa te drinken waren. En dan begin ik met dit boek. Traité nouveau et curieux du café, du thé et du chocolat. Uit 1685. Het is gedrukt in Den Haag, maar geschreven in het Frans door een Fransman. Philippe Sylvestre Dufour. Hij was een protestante apotheker uit de Provence en hij woonde in Lyon. En hij interesseerde zich vanuit zijn vakgebied, apotheker, voor die 3 dranken. En schreef daar misschien al 14 jaar eerder een boek over, onder pseudoniem, waarin nog het grootste deel over chocola gaat. En dan heb je in 1685 dit boek. En daar is het allergrootste deel gaat over koffie. Hij schrijft over de landen van oorsprong, waar deze dranken werden gedronken, hoe je het klaarmaakt en ook alle gezondheidseffecten ervan. En waarom dit boek zo interessant en beroemd is, is deze prent, waarin je heel duidelijk dat exotische, mythische ziet waar ik over vertelde. Want elke nieuwe drank wordt gerepresenteerd door een stereotype afbeelding van de persoon uit die regio. Dus deze Turkse man staat voor de koffie, de Chinees staat voor thee en de oorspronkelijke bewoner van Amerika staat voor de cacao, chocola. Zoals ik al zei, gaat het grootste gedeelte van dit boek over koffie. Hier ben ik bij de thee. Even kijken. Hier is de koffie. En een tijdgenoot van die Dufour, die schreef over dit boek: er is tegenwoordig niks modieuzer dan koffie. En er is nog een prent en dan zie je die Turk veel gedetailleerder afgebeeld. Hij zit met zijn voeten benen gekruist en heeft een koffiekopje en een koffiepotje die op het vuur werd gezet en waar de koffie in werd gekookt. Ibriek heet dat en zo maken ze nog steeds Arabische koffie. Wat zien we nog meer? Een koffiestruik, koffiebonen
En dit apparaatje om de koffiebonen te branden. Nou, hoe wordt koffie gemaakt? Je hebt ten eerste koffiebessen nodig. Die komen oorspronkelijk uit Ethiopië. Maar het was waarschijnlijk in Jemen dat men voor het eerst die besjes heeft gebrand en er een drank van heeft gemaakt, rond 1450. Dus helemaal niet zo heel lang voordat koffie ook naar Europa kwam. Dat is anders bij chocola en thee. Daar zou ik zo op komen. Het waren waarschijnlijk de Soefi's, een religieuze stroming binnen de islam, die voor het eerst koffie maakten om de hele nacht door wakker te blijven door de cafeïne. En Jemen was in die tijd deel van het Ottomaanse Rijk, vandaar dat deze koffieman gekleed is als een Turk. En de koffie verspreidde zich over dat rijk en overal kwamen koffiehuizen op, zeker ook in Constantinopel. En daar leerden Europese reizigers de koffie kennen. En dat waren handelaren, avonturiers, ook degenen die later in Europa de eerste klanten zouden worden van koffiekraampjes en koffiehuizen. Die werden vaak geopend door migranten uit het Ottomaanse Rijk, Griekenland, Armenië. Die openden eerst, hadden ze een heel klein steentje op straat waar ze koffie verkochten, niet heel duur. En de klanten waren mensen die die koffie al eerder hadden gedronken op hun reizen. Dus de handelaren, de avonturiers en later ook zakenlui en studenten. En later komen er koffiehuizen. En vaak wordt gezegd, hè, de verlichting is ontstaan in het koffiehuis. Mensen komen bij elkaar om over politiek te praten. Maar er is ook een theorie die zegt, het is niet alleen het koffiehuis, maar ook de koffie die daarvoor heeft gezorgd. Want daarvoor kwam men samen in een herberg waar veel bier werd gedronken of wijn. En naarmate de avond ging, werd men steeds dronkender. Maar met koffie werd men steeds wakkerder en alerter. Dus misschien hebben we de verlichting wel te danken aan koffie. Hoe dan ook. Dat is dus nog niet de elite die zich ervoor interesseert. Dat is wederom anders dan bij koffie, dan bij thee en chocola. De elite gaat zich interesseren voor koffie in de 18e eeuw. En dat heeft alles te maken met de Turkomanie. De fascinatie voor een fantasie, exotisch, erotiserend beeld van het Ottomaanse Rijk. De angst voor een invasie van de Ottomanen neemt af. Het boek 1001 Nacht wordt vertaald in het Frans. En er is een ambassadeur van het Ottomaanse Rijk in Parijs. En die is heel populair. Hij laat zijn paleis helemaal inrichten op Turkse wijze. Hij kleedt zich traditioneel. En het Franse hof, en dan met name de dames, die vallen als een blok voor die man. Ze gaan naar zijn paleis, ze drinken daar koffie, nieuw. En ze gaan zichzelf ook kleden à la Turc. In een huis met Turkse draperieën en ze drinken koffie. Er is ook een schilderij van de maîtresse van Lodewijk de 15e, Madame de Pompadour. Zij is gekleed à la Turc en drinkt een kopje koffie. Die Turkse fascinatie verdwijnt, maar de liefde voor koffie blijft. En tot het begin van de 17e eeuw komen alle koffiebonen nog uit Jemen. Ze weten daar het monopolie vast te houden. Maar dan slagen de Hollanders erin om een koffieplantje weg te smokkelen, te stelen. Dat kweken ze hier in de Hortus in Amsterdam op en planten ze vervolgens op Java, waar een koffieindustrie begint. En nog steeds wordt er in bijvoorbeeld in de VS hoor je nog wel Java als koffie gebruiken. En je hoort ook nog wel die geschiedenis van Jemen terug, want de belangrijkste stad was Mokka. Nou, en alles wat met Mokka, taart, Mokka punt, dat heeft altijd met koffie te maken. Gaan we door naar thee. Ook hier nog een print van deze Chinese man. Hij heeft een koffiekopje en een koffiepotje. En hier zie je koffiestruiken. Ik zeg koffie, maar ik bedoel natuurlijk thee. Theestruik, sorry. En thee werd al duizenden jaren gedronken in China voordat de Europeanen ermee in aanraking kwamen. Er zijn allerlei mythes over hoe de theeplant is ontstaan door de oogleden van een monnik. En nou, heel verhaal ga ik nu niet op in. Maar het is wel zo dat thee al gedronken werd bij zowel de keizer tot de boer. Het was heel belangrijk in heel China en vanuit daar ook heel Azië. En dan gaat het steeds om de groene thee. Zwarte thee is dezelfde plant, maar net een ander proces. En Europese handelaren
Italiaans, Portugees en Nederlandse handelaren, die drinken thee in China en schrijven erover en gaan er ook in handelen. En het verhaal wil dat Amsterdam de eerste haven was in Europa waar thee arriveerde. En het werd eventjes populair, vooral in Den Haag. Nog verkocht vanuit apotheken, dus dat werd gezien als een medische drank in eerste instantie in Europa. Maar die populariteit die verdwijnt een beetje in Nederland. Maar als thee oversteekt naar Engeland, nou, dan weet allemaal wat er gebeurt. De Engelsen die raken totaal verslaafd aan thee en baseren ook hun hele koloniale systeem erop. Ze beginnen er opiumoorlogen over. Thee wordt de drank van de Britten. Maar wij gaan door naar chocola. Dat is de oudste bekende drank in Europa van deze drie. En werd al heel lang gedronken door de Azteken, Maya's, Osmeken. Hier zien we deze man die oorspronkelijke bewoner van Amerika moet voorstellen met een pijl en boog. Hij heeft hier een chocoladepotje, of een cacaodrankpotje. El Molinillo, dat is niet heel goed te zien, maar dat is een draaistok. Want cacaodrank, daar moest vooral heel veel schuim op in Centraal-Amerika. En dat deed men of door drank steeds over te gieten. Dus je hebt al afbeeldingen op Maya-fase dat die cacaodrank steeds wordt overgegoten van één pot naar de ander voor schuim. Maar deze stok deed het ook. Dus die draaide je tussen je handen en dan ontstond er een schuim. Verder zien we hier de cacao, pul, boon en een vanillestokje. Want vanille komt ook uit Amerika. En werd in een cacaodrank gebruikt. Want, nou, misschien kent u het verhaal wel, cacaobonen waren zo kostbaar bij de Azteken dat ze als betaalmiddel werden gebruikt. Inderdaad. En die drank die ze daarmee maakten was heel bijzonder. Was alleen voor de elite, voor strijders, voor priesters en niet voor het gewone volk. Het lijkt niet op de chocolademelk die we nu drinken als we hebben geschaatst. Denk aan de allerpuurste chocolade die u heeft gegeten. Of misschien heeft u wel eens zo'n cacao-nip gegeten. Echt pure cacao. Dat is vooral bitter en ook zuur, maar helemaal niet zoet. Nou, die drank uit Centraal-Amerika moet zo gesmaakt hebben. Dus het was drank van alleen cacao, vaak koud, niet warm. En werd op smaak gebracht met chilipepers, bijvoorbeeld vanille. Achiote, dat is een pasta van annatto-zaden, waardoor het heel rood wordt. En soms ging er ook maïs doorheen, zodat het meer een soort pap werd dan een drank. Nou, toen de Spanjaarden in Mexico arriveerden en die cacao-drank proefden, waren ze niet erg onder de indruk. Maar omdat ze door hadden hoe kostbaar die bonen waren, namen ze toch mee naar Spanje. En daar bedacht iemand om er suiker aan toe te voegen. En toen werd het een enorme hit onder het Spaanse hof en al snel over de rest van Europa binnen de elite. En in dit boek staat heel uitgebreid beschreven hoe die drank op smaak werd gebracht. En dat is opvallend dat dat zowel werd gedaan met ingrediënten uit de nieuwe wereld. Dus die vanille en de chili. Dat zie je hier. Schrijft hij over chili of peper uit Mexico. Nou, dat was natuurlijk ontzettend bijzonder en duur. Maar ook de ingrediënten uit de oude wereld werden hierin gebruikt. Kaneel, kruidnagel, amandelen, hazelnoten. En hij geeft ook een aantal recepten. Hier zien we een eerste recept met cacaobonen, vanille en kaneel. Dus dan nou, de oude en de nieuwe wereld gecombineerd. Een tweede recept met ook suiker erin. En het derde is het allerbijzonderste en het allerduurste. Want daar ging ook peper in en ambergrijs en muskus. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Ambergrijs komt uit het darmstelsel van de potvis. En muskus uit een klier van het muskushert. En dat werd heel erg gewaardeerd. Is nog steeds ook wel een onderdeel van parfum. Weet het niet zeker. Je kan het nog wel krijgen. Volgens mij illegaal, online. Ingewikkeld. Maar dat was toen dus ook heel bijzonder en heel duur.
Dit boek eindigt met een dialoog tussen een arts, een Indiaan en een bourgeois. En zij praten dan over de gezondheidseffecten van chocola. Dus is het nou goed voor je of is het niet goed voor je? En dat was een heel gebruikelijk onderwerp in deze tijd. Er zijn vele boeken geschreven over de gezondheidseffecten van die drie nieuwe dranken. Niet alleen door artsen, in eerste instantie ook door geestelijken. Binnen de islam was er heel veel discussie of koffie nou haram was of niet. Omdat je beneveling verboden is binnen de islam en cafeïne doet wel iets met je. Dus het werd ook vaak verboden, maar dat hielp dan niet. En er werd veel over geschreven, ook door artsen en dichters. In het oude China schreven ze ook al veel over de gezondheidseffecten van thee. En dat ging ook door in Europa. Dus er zijn heel veel discussies geweest onder geestelijken of je bijvoorbeeld chocolade mocht drinken tijdens de vasten. Of was het nou voedsel of was het een drank. En artsen die schreven hele dissertaties over de gezondheidseffecten ervan. Hier heb ik bijvoorbeeld een boek van Cornelis Bontekoe uit 1685. Het was een pseudoniem van Cornelis Dekker. En het heet het Traktaat van het Excellent Kruid Thee. Maar gaat ook wel over de koffie en chocola. Nou, er staan allerlei medische, religieuze en morele adviezen in voor een lang en gezond leven. En Bontekoe is vooral erg fan van thee. Daar gaat het grootste gedeelte van dit boek over. Hij vindt het goed tegen van alles. Het verslapt de maag niet. Er staat heel veel dit soort zinnen in. Dingen met niet. Dus dat geeft aan dat er allerlei ideeën waren over thee en hij weerlegt dat. Dus hij zegt nee, het is wel goed voor je, het verdroogt het lichaam niet, het maakt niet mager, je krijgt er geen tering van, het geeft geen gal, je gaat er niet van beven, het maakt je niet onvruchtbaar. Dus al die ideeën die leefden onder die nieuwe dranken. En wat ook heel veel terugkomt in deze boeken, is de discussie of thee, chocola, koffie, nou verkoelend of verwarmend werkt. En dat had te maken met de humorenleer, dat was de gezondheidsleer van die tijd, waarin men geloofde dat het lichaam in balans moest zijn tussen vier lichaamssappen. En dat kon je beïnvloeden door gebalanceerd te eten. En elke ingrediënt dat je tot je nam, dat kon warm of koud of nat of droog zijn. Dat had dan niks te maken met de daadwerkelijke temperatuur of vochtigheid van een ingrediënt, maar de waarde die men daaraan gaf. En bij dit soort nieuwe ingrediënten moest dat dus allemaal opnieuw bedacht worden. Even kijken, wat heb ik hier nog? Oh ja, nou, hier zie je ook allerlei verschillende hoofdstukken dat het goed is voor de hersenen, voor de nieren en de blaas, et cetera, et cetera. Dit is één grote ode aan thee, maar Bontekoe was ook groot voorstander van tabak. Dus je moet ook niet alles geloven dat hij schrijft. Dan heb ik nog twee kookboeken bij me. Die laten zien dat koffie, thee en chocoladedrank ingeburgerd werden. Niet alleen in kopjes van de elite, maar ook in de keuken van de elite. Begin ik met Gelderse Keukenmeid uit 1756. Daar staat een recept in voor gans. Een ragout van gans met boomolie. Dat was op zichzelf ook al bijzonder. Boomolie is olijfolie. Werd ook wel eens Genua-olie genoemd en moest in deze streken natuurlijk van ver komen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je die boomolie zoveel neemt als een kopje vol. Een theekopje vol. Dus een theekopje vol met boomolie in het recept. Dat wil zeggen dat theekopjes al zo normaal waren dat je ze zelfs als keukeninstrument gebruikte. Dat zie je nog duidelijker in dit boek. De Orange Confiturier, gebakbereider en keukenmeester uit 1752. En daar zien we hier bijvoorbeeld een recept voor tarwekoekjes, waarvoor je 2 koffiekopjes met melk nodig hebt.
Dus koffiekopje vond ze weg ook al naar de keuken. En hier zien we in het recept voor citroenpap een chocoladekop vol citroensap. En een chocoladerol. Dat is zo'n molinillo waar ik het net over had. Zo'n soort draaistok waarmee je schuim krijgt. Dat werd dus in deze tijd ook gebruikt voor andere dingen dan warme chocola. In dit geval voor citroenpap die schuimt. En ook voor het recept voor geklopte room, slagroom, moet je zo'n chocoladerol gebruiken. Nou, ik stop nu mid-18e eeuw, want anders dan komen we in een heel nieuw tijdperk vol met koloniale geschiedenis, technologische vernieuwingen, het verhaal hoe de vloeibare chocoladedrank tot een eetbare chocola werd gemaakt, oploskoffie, theezakjes, hoe de niet alleen de drank voor de elite werd, maar ook voor het lagere volk. Misschien een andere keer, misschien kunt u daar eens een boek over lezen, er is heel veel over geschreven. En nu wil ik graag de tijd geven voor wat vragen. Dankjewel Charlotte. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. De eerste waar we mee starten is, als de oorspronkelijke koffiebonen uit Jemen komen, hoe kan het dan dat er zoveel verschillende koffieboonsoorten zijn? Ja, nou, ten eerste, je hebt twee koffiesoorten. Hè, de Arabica, die uit Jemen, en de Robusta. En de Robusta is pas later ontdekt. Ik weet nou even uit mijn hoofd niet meer waar, volgens mij ook. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat zijn dus al twee verschillende soorten. En die Robusta is later ontdekt. En vanuit daar, ja, door veredeling en zijn er allerlei verschillende soorten ontstaan. Je vindt nog steeds wilde koffiestruiken. In Ethiopië bijvoorbeeld, maar ja, in de loop der tijd is daar van alles nieuw uit ontstaan. De tweede vraag gaat over chocola. Hoe dronk men vroeger de chocolade? Met water of melk, zoals we dat tegenwoordig doen? Ja, goede vraag. In eerste instantie niet met melk, maar met water. En het is heel onduidelijk wanneer melk nou zijn weg vond in chocolade, maar ook bijvoorbeeld in thee en in koffie. Er gaan ook allerlei verhalen over te ronden. Dat heb je heel vaak met geschiedenis van eten, maar ook van deze dranken, dat er allerlei mythes zijn. Dus het verhaal wil dat Madame de Sévigné in Parijs melk bij haar koffie, geloof ik, deed. Of thee, ik weet het niet meer. En ik, om een bepaalde reden, maar als je dan in haar geschriften kijkt, dan vind je dat niet. Dus er gaat een heleboel verhalen over te ronden. Er is zelfs... Ik heb er zelfs een verslag gevonden van een Nederlandse reiziger in China die al beschrijft dat de keizer melk daar in zijn thee doet. Dus misschien is het wel al heel oud. Maar dat in dit boek heeft Dufour, die uit 1685, heeft hij het nog niet over melk. Dus in eerste instantie was het alleen met water. En als we naar de andere twee kijken, koffie en thee. Dezelfde vraagsteller wil graag weten hoe dronk men in de begintijd koffie en thee? Nou, die eerste koffie, zoals Arabische koffie, dus dat werd gekookt. De koffie werd gemalen en gekookt met water, dus die is best wel bitter. Maar suiker was heel belangrijk vanaf het moment dat het in Europa gedronken werd. Dus dat was nog niet zo'n ding in China en het Ottomaanse Rijk, maar Europeanen die werden verslaafd aan die zoete smaak van die dranken. Dus je kan ook de geschiedenis van deze dranken niet loszien van de geschiedenis van suiker. Dat heeft heel erg met elkaar te maken. Dan gaan we meteen door met het onderwerp suiker, heb je al benoemd. Hoort suiker niet ook bij dit onderwerp? Ja. Het maakt een verschil in koffie, in thee en chocola, zegt de vragensteller. In Engeland was het zelfs de mode de tanden zwart te laten kleuren om te laten zien dat men veel suiker at. Is dat in Nederland ook gebeurd? Ja, ik ken dat verhaal ook van de Elisabeth I. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo was, maar suiker was wel, dat was heel duur. Suiker vinden we van nature heel lekker, dat is aangeboren. Dus dat was heel populair. En dat wat ik net al zei, dat staat niet los van deze geschiedenis. En dan wordt het nog groter onderwerp natuurlijk. Maar ja, suiker is heel belangrijk, heeft ook tot verschrikkelijke dingen geleid. Door juist die enorme vraag die maar niet lager werd, die vraag die werd alleen maar meer. Heel veel slavernij in Amerika, in de Cariben. Dat komt allemaal door mede de liefde voor deze drie dranken. Dus het is eigenlijk ook een hele donkere geschiedenis. Dankjewel. De laatste vraag die ik ga stellen
gaat meer over de collectie items die je toont. Mocht er nog vragen zijn van kijkers, stuur deze gerust door naar info@allardpierson.nl. De vraag kwam binnen op het moment dat het boek van Bontekoe getoond werd. Mm-hmm. En de vraag is, is het toevallig dat beide boeken van een klein formaat zijn? Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, je zou kunnen zeggen dat het echt gebruiksboeken waren. Dus dat het echt was om te lezen van, is het nou goed voor me of niet? En dat dat dus meer een praktische reden had dan een pronkreden. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dank wel voor het kijken. En volgende week is er weer een lunchlezing. Fijne dag!